Hey, kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe... Je laat me ook nooit uitpraten, hè? Nou ja, mensen, welkom bij de nieuwe aflevering van Team Survival. Ik ben hier weer samen met Jerry en natuurlijk weer met de one and only Willeko, Gino Boy en El. Yo. En ja, we gaan... Gino! Ja, en we gaan vandaag weer gezellig vinden. Ik was bezig met bouwen. Ik heb mijn huisje al een beetje uitgebreid. Ik heb hem wat breder gemaakt, want anders klopt het weer niet. En dan weet je het wel weer. Alles moet precies. Ik ga even, denk ik, deze verdieping ga ik eerst afmaken. En dan ga ik proberen de volgende keer een bovenaf verdieping erop te maken. Want daar wil ik mijn enchanting table hebben. Heb je veren van mij? Heb ik veren van jou? Wil je met kietelen dan? Wat moet je met veren dan? Ik heb even veren nodig voor een boek en quill. Heb ik veren? Goeie vraag. Volgens mij heb ik geen veren. Nee, ik heb geen veren. Godverdomme. Oh, sorry. Nee, ik heb geen veren. Dat is ook nou weer niet nodig, sorry. Oké, het is allemaal Gino's schuld. Hij forced me. Oh ja. Even kijken, ik heb... Heeft hij wat spul verhuizen? Hey, dat vind ik ook niet normaal. Ik wel. Nou, dat is kut, ja, maar dat is niet normaal. Ja, dat is zuur. Ja, dat is niet zoet. En ook niet zout. En ook niet zout. Nee, dus dan moet het wel zuur zijn. Ja, ik heb eigenlijk best wel zin. Zure haring. Misschien is het wel heel erg mild. Hij staat helemaal nergens op. Wat zei je dan? Milf. Heel erg. Ja, milf, ja. Oh, pardon. Sorry, ik kon er niks doen. Ik heb twee glass bottles, man. Jammer dat er niks in zit. Keep! En ik heb twee veren. Dat betekent dus dat ik 2 arrows, dat ik 8 arrows kan maken. Nee. Jij blij? Oh, god. Even kijken hoor. Ja, zo hier. Zie ik ergens. Ik denk dat ik een hele veel ramen hier ga maken. Dat ik heel leeggevend. Ik gewoon helemaal eromheen kan zien. Dat leek me wel chill. Nee, ik wil geen ramen. Maar ik heb geen bel meer. Een bel? Zo. Alsjeblieft. Zo. Je bent bel, dus. Bel heeft altijd bel, toch? Die is zo oud, hè? Serieus. Die heb ik al zo vaak gehoord, hè? Je hebt het echt weer van de onderste stapel afgeplukt, hè? Weet je wat dat? Patat. Mayo met patat. Oh nee, dat is weer copyright free met anders, hè? Van wie? Spooky 1611. Mayo met patat. Of is het nou mayo en patat? Ik weet het niet eens meer. Mayo met patat. Oké, nou dus. Piep! De kenner die spreekt dus. Jerry, hou even op irritant te zijn. Sorry. Piep. Laurens, ik kom even een glas halen en mijn bed. En je bed? Bed. Ja. Staat er ook nog. Even kijken, we maken even glasplanes. Oh nee, maak je hem eens anders. Hup, nu zit hem eens een dubbellaag. Hoppakee. In ieder geval weer 48 glassplanes. Jee. Goeiedag. Ik kan natuurlijk ook gekleurd glas met een deur in doen, hè? Dat is ook wel grappig. Maar ik doe eerst van normaal glas. In de normale gekleurd glas. Deze kist moet je hebben, daar zit wel glas in. Nu de. Zo. Raampjes erin. Nee, god, mijn bed. Goed. Ik ga trouwens om het huis nog wel even wat uitgraven, want daar ik maak gewoon een hobbithuisje van. Kan ook nog. Herinneringen, Jerry, hobbithuisje, ons hobbithuisje nog. Wat doe jij nou weer? Hij zat zo zout. Wat zat er? Wat zei je? Daar zat hout. Ja, daar zaten boekenkasten. Oh. Ja. Ik heb trek, ik heb eten voor onderweg nodig. Ik ga met de vloer denk ik zomaar erin beginnen. Ik ga wel die acaciahout voor gebruiken voor de vloer. Dat vond ik wel awesome. Tuintje moet ik binnenkort ook maar eens even uitbreiden, zie ik. Ja. Ah, Jerry, dan Zien, heb ik een KA. Voor mij heb ik wel precies genoeg. Jeetje, man, ik heb echt mijn inventory gewoon bijna vol zitten, hè.
Ik weet wel zeker dat ik aan deze shovel niet genoeg heb, maar graven met die hap. Zo. Even kijken, ja. Maar ben je al begonnen aan je huis dan, Wilco? Ja, ben ik met deze nu dus. Nou, kijk eens aan. Hoe staat het met jouw huis, Jerry? Is die al een keer af? Of? Nee, die niet af. Ja, die van mij ook weer. Lijf, oh, de stof is. Hey, dirt graven. Sorry hondje, maar ik heb één blokje laten staan voor het hondje. Anders valt die jaas weer weg. What the fuck? Val ik er een diepe gat hier? Oeh, klei. Ah, nee, steen. Dat ga ik binnenkort eerst even veranderen in die texture pack, want ik vind die steen echt vies lelijk geworden. Jerry op Daanderen. Ik deed helemaal niks. Dat deed je zelf, vriend. Hey, vriend. Hey, Jerry mag niet zo hier komen. Laurens. Mijnberg. Hij mag wel bij jou komen, zeker wel, maar hij mag niet irritant doen. Ik was niet irritant. Jij viel gewoon naar beneden. Nee, dat deed jij. En dan sloeg... Oh, gaan we zo beginnen. En je sloeg me ook nog eens. Ach, mensen toch. Hey, kijk uit hè. Wat een echte teamgevoel hebben jullie ook hè. Kijk uit hè. Ja, ga eens van alles weg. Shit, hoor, nou is je op. Kijk, dan kunnen we een iron hebben, dan maken we een nieuwe. Ja, vind je het grappig, Jerry? Mensen vertegenwoordigen ook. het is een team, hè. Jullie moeten elkaar wel steunen ook en helpen. Ook het. Dat faalde. Momentje, ik pak even je hoofd, want dat faalde heel hard. Dat faalde heel hard. Wat? Dit. Ook het. Jerry! Mag in de kral dat hij geen pad zei? Wat? Alsjeblieft. Oh, ja, het al aardappel. Mama. Ja, dat is aardappel. Een aardappel. Een appel gemaakt van aard. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar ik hoop echt dat mijn huisje in ieder geval de komende twee afleveringen helemaal af is, want... Maar ik kom wel belasting in, hè, want je zit wel op de berg waar ik op woon, dus... Ja, doei. Ik kom belasting in. Wat heb je gepakt? Jerry, hier komen. Laurens. Oké. Ik heb helemaal niks gepakt. Ik heb wel wat gepakt eigenlijk. Wat heb ik dan gepakt? Sowieso dat jij iets gepakt hebt. Jongen, je had net één vrije slot in die kist. En er zit nog steeds één vrije slot in die kist. Heel niet, er zijn twee vrije slotten. Chris. Kijk mensen, hier moet ik dan mee survivalen. Hoeveel dan heb je dat zelf gewoon echt. Ja, dat hebben ze helemaal pakt. Oh, kom dan. Ach. Als jullie nou gewoon eens even serieus gaan doen ofzo. Serieus, maar hij beschuldigt mij serieus. Is echt waar dat ik van hem loop te stelen. Belasting loopt in, hè. Terwijl ik dat nog niet eens doe. Ja, dat ga je wel doen. Oh, moet ik dat doen? Nee. I keep you my sights. Toch, heb je toevallig flint? Nee. Oh, son of a bitch. Ach. Ik ga mijn vloertje er even neerzetten. Een mooie hout. Stupid dog. Ja, nog een neemkaartje voor jou vinden. Ja, nog een neemkaartje voor jou vinden. Volgens mij had ik er wel ergens een. Jerry, ben je ondertussen alweer opgebokt? Nee, dus ga eens weg. Jerry, ga weg. Hoezo? Nou, ik wil dat je weggaat. Jerry, move. Ik wil weg. Het is ook altijd dezelfde, hè? Ja, ik ben overal weggestuurd hier zo. Ja, vind je het vreemd? Ja. Je bent niet weg, je loopt te shiften, bitch. Waar dan? Tja. Je bent er nog, hè? Waar zit ik dan te shiften? Weet ik veel waar je loopt te shiften. Jongens. Ja, misschien daar ook. Ga weg, Jerry! Jerry, ga weg! Oké. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Wordt gewoon overal weggestuurd. Ja, ja. Weer het vreemd, Jerry. Oh, arrows. Jude en op. Oh, ik heb nog genoeg aasje. Ik denk eerst moet aas weer hakken, maar van mij kan ik. Mijn nieuwe vloertje zit er bijna in. Het is echt net pakketvloer, man.
Pakket. 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 Ja. Voor meneer. Nee, ik kom niet in de crafting table. Ik wil een ronde bouwen. Ja, zo ja. Goed, ja. Tja. Mooi, man. Ik vind het een mooi vloertje. Nou, jij blij? Ja, ik ben weer helemaal blij. Ja. Jerry of Bokke? En ga daar ook niet over shiften, bitch. Waar dan? Ja, bij dat water en dan halverwege kun je er staan. Dan loop je te shiften, bitch. Niet. Jerry, ga eens aan de werk. Van altijd te trollen. Bitch, ga weg. Ja, oh ja. Hier, wacht. Die Jerry, maar reed. Even kijken, heb ik nog... Oh ja! Oh goed. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Hij zit naast je. Nou ja, zit naast je. Nou ja, we zitten allebei naast elkaar in dezelfde call. Ja, dat in ieder geval wel, ja, dat klopt. Ik moet eigenlijk even een skeleton farm even maken, want dan kan ik tenminste wat arrows verdienen. Ja, dat komt echt bundel. Dat is niet zo moeilijk te maken. Ja, moeten we wel eerst even eentje vinden. Wacht, bij jou in de mijn zat er eentje trouwens, nu ik het weer bedenk. Ja, maar dat is een verboden terrein bij mij. Waarom? Omdat ik erin bezig ben te verbouwen. Maar nee, je mag wel gerustig mijn hoor. Ga je best. Ga je gang. Als je me niks kapot maakt. Denk, waar zie je mij vandaan? Van Griever. Nou. Waarom dat nou weer? Geen ja. Idee. Ja, als ik nou straks hier. Lau. Ik ga je wat ook goed. Lau. Ja. Ja, weet ik dat blokje. Daar kom ik net ook achter. Hier, wacht. Zo. Dan kun je er wel doorheen. Even kijken. Godverdomme, dit loopt echt kloten die trap voor jou. Ja, het moet nog aangepast worden, maar ja, het is maar tijdelijk, jongen. Wacht, mag ik even, mag ik even één laag mijn blokje van het plafond weghalen? Dan kan je tenminste juist naar beneden lopen. Oké, doe je best maar. Ik ga even richting Wilco lopen, want ik moet toch hout hebben. En als het goed is, bij hem groeit er allemaal boom. Laat het ook al niet meer bij jou komen, zeker? Nee, op daar. Nee, maar bij mij boven groeide geen meer boom, hè? Want ik zit ergens bovenop. Maar jij zit ergens bovenop, en waar zit je dan bovenop? Zal ik zo even laten zien, wacht. Kom je nu richting mij? Ik zie nou een skeleton, in ieder geval, dus die ga ik eerst pakken. Ik heb een bow. Pop. Zo, en nog een spinnetje dood. Ik heb een bow gekregen. Nou ja, geen eens een enchanted bow, slecht. Ik ga boompjes hakken, ja. Probeer wel even de saplings allemaal te houden trouwens, dan kunnen we weer herplanten. Je bent zelf een plant. Sorry. Waar zit jij nou? Ik zit nou bij de bomen. Oh, ik zie je lopen. Tenminste. Ik ben aan het boompje hakken, want ik heb even hout nodig, want ik wil even kamers maken. Creeper! Fuck you. Nog creeper. Fuck you! Fuck! Oké, jij zegt creeper, maar helemaal plat in. Die vind ik wel nice. Oh ja, en ik kan nog niet in mijn bed slapen. Stuur. Welke coördinaten moet ik doen? Deze keer gaan we niet meer. Dat zeg ik dus. Waar moet ik naartoe? Welke coördinaten? Nou, dan moet Jerry hem kijken, want ik heb het hier druk met zombies. Oh, kom naar. Tja. Min 800. Dan moet ik die kant op leuren. Ik zie een huisje. Van wie is dat huisje? Ik hoor een creeper ontploffen. Ja, dat klopt. Jerry. Jerry, is dat huisje voor jou? Waar? In de berg. Ja, Jerry heeft er. Er staan allemaal huizen als het goed is. Dan zit je bij die village. Waar wij al in het begin zaten. Ja. Skeleton! Arrows! Ja, hier... Free arrows. Hey, hoe... Jouw microfoon die faalt. Mij. Nee, die van Wilco. Wilco. Je moet er even duur als celbatterijen in doen. Dat is niet cel. En duur. Zo, ik denk dat ik alleen om 22 eerst lang genoeg heb. Ja, oké, dit is zuur. Hoe kom ik voorbij die berg? En weet je wat we binnenkort even moeten doen? We moeten overal even toortjes plaatsen. Want dan heb ik niet zoveel last meer van creepers en dat soort beesten, man. Nee, ik wil geen toortjes. Oh ja! Ja, je moet toch echt lopen, hè? Maar als je slim was geweest, had je ook even in je bed liggen pitten, gewoon. Ja, ik had dat gedaan bij Laurens, maar toen heb ik mijn bed weggehaald en dat was niet zo slim. Ah, weet je, ik haal die creeper wel even weg die bij jou daar zit boven. Die is al weg, toch? Nee, is er nog één. Zuur. Pak ook even mijn spullen en drop ze in de kist. Wat een mop zie je, man. Zat je daar boven of niet?
Ja. Faal. Ja. Tja. Ik kom nu, waar? Oh, jongens. Kuts skeletons. Ach, jongens, dat is weer gezellig zo, hè? Het gaat best. Ik kan me nog herinneren, hè, van de oude Minecraft, hè, dat als een zombie gewoon voor je deuren stonden, toen braakten ze de deur nog niet kapot. Niet van de eerste Minecraft. Maar nou, ja. Maar nou heb ik gelukkig mijn vriendje. Ik vind het alleen maar beter, hoor. Het is realistisch. Anders had je een deur, weet je wel, en dan was je gewoon veilig, klaar. Nu is het tenminste dat ze nog een beetje iets kunnen uithalen, dan moet je echt een island door doen. Je moet er eigenlijk gewoon een met pistons, moet je voor de deur gewoon even een gat maken met lava. Okay, er is er weer één. Ik zie nergens waar een creeper ontploft, is eerlijk gezegd, bij jou. Oh, wacht, nu zie ik het. Tja. Hey. Oké. Okay. What the fuck, waar is bij jou een creeper ontploft dan? Ik zie het nergens. Helemaal op het topje. Oh ja, ik word aangevallen, ik ga je echt dood, jongens. Hoe kom ik deze berg over met een spin achter me? Hé? Helemaal bovenop? What the fuck dan? Is er, wat ja, is het, man? Bij die boom, man. Ja, welke boom? Ja. Oh. Goed zo, hondje. God. Er ligt hier helemaal niks, behalve bladeren en shit. Ja, dat is zuur. Nou, ondertussen is Wilco op weg terug en dat zal wel goed komen. Maar vanaf nu ga ik de aflevering afsluiten. Nee. Ja, ik zeg mensen, bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet even een like achter te laten. Laat in de reactie achter als je een keer mee wil doen of zo, weet je wel. Hey, wacht, mag ik nog wat zeggen? Nou? Mensen, vergeet niet te liken. En dan, oh ja, je moet ook even liken natuurlijk, hè. Ja, vergeet vooral niet te liken. Mensen, ik zeg, ik wil jullie weer even bedanken voor het kijken. Dus mensen, later. Banaan.